die wij niet gaan filmen. Nou, wat we nu meemaken is echt bijzonder. Dat krijg leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pat, ben met mijn vader. Goedemorgen pap, is het lekker vroeg al? Ja, ik ga nu naar Efteling, mijn vader brengt even naar Carréplein. Ik dacht ik ga wel lopen, maar mijn vader biedt me... Je biedt me aan toch? Lastig wakker. Ja. Dus ja, als hij toch aanbiedt. Waarom niet toch? Heel sterk. Of dit is de Heidehommel. Maar dan gaan we erheen, hè? Here we go. Richting Efteling. Eerst even verzamelen erbij. We gaan eerst allemaal verzamelen bij Carréplein. En dan... Is dit achteruit heel mooi. Dit is een faal. Het is toch Efteling. En dan gaan we allemaal verzamelen. En een uur of negen gaan we dan vertrekken. Dus, maar dan zien jullie wel wanneer we vertrekken. Ja. Ja. Om te verzamelen. Dus here we go. En dan gaan we er wel in onderweg. Check jullie later. Filmen. Nou, wat we nu meemaken is echt bijzonder. Dan krijg je nu ineens van een klapband. Maar ik heb het trouwens niet eerder, ik heb het eerder meegemaakt. Want, via dat. Connection bus had ik er ook meegemaakt. Dus ik ging met Connection naar school en zo. Ik ben denk ik wel voor de reserveband geweest. Maar hij gaat nu repareren. Gewoon. Bijzonder gewoon. De busreis gaat fout, kunnen we noemen. Of niet Ali? Busrijden gaat fout niet. Ja, het gaat heel fout. Bussen gingen heel gillen en zo. Hè? Ja toch. Ja, gewoon gekte. Luister heel goed. Gaat fout. Gaat fout. Ja. Als je goed hoort, wil je ook wat. Ja, precies. Luister. Echt komen, alsjeblieft. Hashtag, busreis gaat fout. Maar als het goed is, gaan we zo eraf, of niet? Maar ja. En wij weer. We rijden gewoon nu met een klapband. Geniaal dit. Ik word de hele tijd bericht. Wauw. Maar hoe wordt er afgegaan ook weer niet? Ik krijg er sowieso denk ik op, best of niet? Ja, dat is sowieso. Maar ja, we gaan door met de klapband rijden. Oh, geniaal hoor, gewoon met de klapband. Als je heel goed luistert, hoor je de grote band. Nou, we lopen nu naar Efteling. Ik ben daar met Raymond, een oude collega van mij. Maar jij wist al dat je ging stoppen, toch? Ja. Had je al gevoel? Ja, want jij bent natuurlijk. Ja. Nooit gelopen naar Efteling, jij? Ik niet, want met dat... Heb je al eens vaak gebeurd bij jou? Ja, ik heb al meegemaakt, maar niet zelf meegemaakt. Oh zo, op die manier. Nou, daar lopen we nog steeds. Waar moeten we heen nou eigenlijk? Die kant. Oh, zo te zien, iedereen gaat daarheen. Kunnen we niet gewoon verder lopen dan? Ja, ja daar is de hek. Maar zij gaan met de bus. Hè? Zij gaan met... Oh, dat kan ook. Oh, we gaan nu even... Veilig. Ik vind het ook veilig. Nee. Maar dan gaan we toch even lopen daarheen. Dan gaan we oversteken. Ja, dat was een meemaakte gek toch. Nou ja. Kijk wat we over kunnen steken natuurlijk. Hey mensen, ja, dit is helemaal nieuw voor mij. Wel recht zo, Kamer. Oh, recht, ja. Hey, ik zie ook Sander. Je moet vertellen wat je gaat doen, jongen. Oh, ik moet vertellen wat ik ga doen. Ja. Ik ga naar de Efteling zometeen. Met Maurice. Lopen toch? Hey. Ja. Niet met mij? En met Frey, Beriek. En met Carlos. Even voorstellen. Met Carlos.
Carlos. Carlos. Hoi. Oh, dit is Carlos. Is dit nou vloggen? Dit is, dit is ook nieuw voor jou, hè? Hier kijken of hem kraken. Oh ja. In het scherm kijken. Ja. Ik weet het niet. Ik dat is Denise. Dit is gewend bij Esther Fitz. Dit is Wouter. Heel veel mensen allemaal. Oh, oh. We zijn nu aan het lopen, hè? Kijk, zij is bekend van de Esther Fitz. We hebben net een klapbandje gehad. Ja, en we stonden schuin. Dus we moeten even een stukje lopen naar Nesteling, ja. Maar we komen er weer op. Voor een hartstikke leuk. Nou, het is een aanslag geweest. Nee, ik vind het best leuk. Dit is best wel voor mij dit. Ja, ik heb ook, kijk gewoon die arm. Ik heb ook een goede vlogarm, denk ik. Ja. Wauw. Sander, ik neem neer. Jij mag erover nemen. Yo, dan gaan we nu onderweg natuurlijk, hè. Hij is ook helemaal... Abonneer op Sander. Ja, deze boy is echt chill. Ja, hij werkt elke dag. Ja, bijna. Weet je wel. Ik werk meer dit week. Ja. Dan zijn we nu natuurlijk over Efteling. Waarom ga ik over werken? Waar heb je het over? Ja, weet ik veel. We zijn Efteling. Waarom ga ik over werken? Ja. Dan gaan we toch even daar afpakken. Gaan we, ja, gaan we in? Ik weet niet. Laten we zien wel. Hey. Nou, jullie zien me waarschijnlijk niet, maar ik ga nu de Vliegende Hollander of niet? Je ziet geen kut. Nee. Maar ja, boeien. Dus een heel klein beetje, kijk. Heel goed kijken. Maar dan gaan we nu de Vliegende Hollander, dan gaan we. Ja, hoe vond je jullie het? Krass toch? We zijn droog, ouwe. Ja, nou, we leven brilletjes, weet je dan bij mij. Mooi, jongen. We gingen wel zo ziek, kijk, we gingen helemaal van daar af. Helemaal daar zo. Kijk, voor de rest. Fucking ziek. Ja, mensen, we zijn met Fort Wetterlijn. Kijk, allemaal zwaar. Ali weet het wel over. Ali zegt het even, hè? Nou, leuk, Ali. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Ali, dat heb je al gezegd. Welkom bij. We rijden zwart op nu. We rijden zwart met de trein. En dit is Carlos. Lekker, jongen. Dat is het. Ik ben al een tijdje thuis, uur of 6, zoiets, 6:30 volgens mij was ik thuis. Ik zit nu even overgebord kijken, de Eredivisie, samenvatting. En ik ga nu even lekker video YouTube kijken. En ik heb een lekker bami. Lekker, ga ik even smullen. En dan ga ik even lekker YouTube kijken erbij. Dus het komt wel goed. Gaan we kijken. Ik weet ook niet wie hier omhoog gaat kijken, maar ik zie wel. Wat kunnen jullie allemaal doen dan? Mensen hier zo. Wat willen jullie in Charlotte doen? Willen jullie wat zeggen? Hallo. Hey. Hey. Abonneer op Flip Montages. Wil iemand wat zeggen? Hoi. Hoi. Groeten aan mijn moeder. Wat is met anders? Aan mijn moeder. Mijn moeder aan Irene. Ja, tuurlijk. Nou, ik ben even lekker gaan editen. Hij is helemaal video's nu af. Hij is nou de render. Hij moet nu rond het jaar. Een uur en 55 minuten. Ja, een uur en 55 minuten. Dus dat is ongeveer om 12 uur, denk ik, hoor ik. Het is nu 10 uur geweest.
al een kwartiertje. Dikke al een kwartier. Maar ik ga dan even lekker nu even lekker relaxen op de bank. Dat ga ik nu even lekker nu doen. Ja. En de dag zit er mij dan weer op. Ik ga denk ik weer vroeg slapen. Ben ik morgen lekker fit voor werk. En morgen weer natuurlijk weer een vlog zoals altijd. Zo, ben ik eigenlijk helemaal kapot in die Efteling. Toen kun je echt vermoed van worden. Ineens. O ja, trouwens, ineens. Euro. Trouwens, uren of vier begon ineens hard zon te schijnen. Hele dag geen zon. En uur of vier, zoiets, kwam ineens een random zon. Wauw. Ik zei dat tegen hem. Er is een dag helemaal geen zon geweest en ineens komt de zon. Ik had hem net al zei. Wauw. De hele dag heb ik ook met die vest gelopen. Ja, eigenlijk de hele dag met die Feyenoord vest. Maar deze kreeg ik wel echt te warm. Kreeg ik wel echt te warm. Ik ben ik opeens een paar minuten. Deze ook. In de bus was het ook wel echt fucking warm. Ben ik zelf gewoon in slaap gevallen. Wat een dag dit, joh. Word je er moe van? Nou, dat is echt ook irritant. Door de zon kun je ook gewoon in slaap vallen. Ik heb dat heel vaak. Maar ja. Oh, wat een leuk prijsje, wauw. Ja, ik zit er kut klaar voor te kijken. Daar word ik ook soms tronziek van. Reclames. Wat vinden jullie trouwens van reclames van tv? Ik ben eigenlijk wel benieuwd om te weten. Ja, ik word er scheidsziek van. De mijmaker zegt zo gereinig. Maar ja, dan ga ik nu de vlog nu ook afsluiten. Want ik ga hierna gelijk... Als video klaar is, inplannen, dan slapen en niet gewoon gaan hierna al slapen. Vonden jullie deze vlog leuk? Vergeet dan sowieso even geen blauw duimpje achter te laten. En vergeet het ook natuurlijk niet hier beneden te abonneren. Veel kijkzien en een nieuwe vlog om 6 uur. Dan zeg ik laters.